Bij Adria is veel nieuws te melden. De Caravan series hebben allemaal een upgrade gekregen door middel van het Adria Inclusive pakket. Daardoor kun je bijna geen extra opties meer bestellen, maar dat hoeft ook niet, want alles zit er al in. Een hoorddeur bijvoorbeeld, midi-heki dakluiken, een Bluetooth systeem met speakers zodat je je eigen muziek kunt streamen, extra leespotjes die allemaal een USB-aansluiting hebben en nog veel meer. Allemaal spulletjes dus die je er in de showroom dolgraag bij zou willen bestellen. Nou, dat hoeft dus niet meer. Standaard aanwezig in deze caravan. Hier bekijken we de Aviva. En dat is de lichtgewicht instapper van Adria met een interessant prijskaartje. En het echte nieuws van deze Aviva, dat zie je binnen. Een nieuwe kleurstelling met een licht houtdecor en mooie witte kastkleppen. Verder zijn alle kleuraccenten ingetogen gehouden, waardoor een heel rustig beeld ontstaat. En er is heel veel licht binnen, dat komt door dat grote dakluik. Handig in de Aviva zijn ook die flexibele leespotjes met in elk spotje een USB-aansluiting. En daar word je gewoon blij van, zeker als je met kinderen op vakantie bent. Want deze 522 PT is een caravan met een zogenaamde kinderkamerindeling. Een stapelbed met twee lagen of naar keuze zelfs drie lagen, drie slaapplekken voor de kinderen. En de ouders hebben voorin een dwarsgeplaatst tweepersoonsbed. In het midden zien we een gezellige dinette en de keuken heeft veel werkruimte doordat de driepits gasstel en de spoelbak compact zijn gehouden. Veel ruimte ook in de gecombineerde badkamer met een douche en een toilet. Nou, in Nederland begint de hele Aviva-serie al bij zo'n 14.000 euro en deze gezinscaravan komt net iets boven de 17 mil uit. En zoals gezegd, all inclusive met zo'n 1600 euro aan opties die gewoon standaard aan boord zitten. Vind je dit nou een leuke video? Geef ons dan dat duimpje en druk op de abonneerknop. Dan krijg je elke keer een seintje als we weer een nieuw filmpje hebben geüpload.